Gefeliciteerd, man. Gefeliciteerd. Ja, we hadden het er net over. We zagen net de stand. Al die ploegen die... niemand wil achtste worden, behalve Heerenveen. Ja. Nou ja, ik ben blij met de overwinning. Ik bedoel, we wisten dat we achtste konden worden na deze wedstrijd. En daar hebben we alles voor gegeven. En de eerste helft hadden we het lastig, maar de tweede helft hebben we wel met ons hart gespeeld. En verdiende overwinning behaald, denk ik. Ja, waarom had je de eerste helft lastig? Nou ja, we kwamen niet erg aan het voetballen toe. We moesten iets vaker de lange bal spelen dan dat we wouden. Maar we hadden eigenlijk geen grip. En in de tweede helft zag je wel dat zij ook iets opener kwamen te spelen, wij ook. En dat we daaruit resultaat gehad hebben. Ja, is het dan ook voor jou lekker dat je die bal van Huisman kort in de tweede helft nog even aan kan raken? Mooie redding. Mooi voor de foto. Ja, dat was een showdown. Nee, toch? Nee. Je moest hem wel pakken. Moest hem wel pakken, ja. Ik bedoel, voor mij schoot hij nog wel aardig hard. Dus het was gewoon een goede redding, ja. En dan ga je 3-4-3 spelen. Alles of niet zo leolé. En dan gaat het wel snel de goede kant op. Ja, blijkt. Ik bedoel, dan kom je gelijk op 1-1, 2-1. Nou, dan moet je dat vasthouden. Ik denk dat we, als we een beetje slim uitspelen, dat je gewoon al eerder de wedstrijd in het slot kan gooien. Maar desalniettemin zijn we heel erg tevreden met deze 2-1 en heel erg blij mee. Ja, een aantal weken geleden zijn de mensen Heerenveen moeten uitkijken dat ze niet onderuit vallen. Waar halen jullie dit vandaan? Nou, ik denk sinds we 5-3-2 zijn gaan spelen dat alles gewoon heel erg duidelijk is voor ons. En dat dan de spelers op de goede plek staan om gewoon resultaat te halen. En eerst was het natuurlijk de magische 34 punten te halen. Alleen wat je net zegt, niemand wil achtste worden, dus dan worden wij het, hoop ik. Nou, dan alvast gefeliciteerd met je achtste plaats. Laten we het hopen, dankjewel. Dankjewel, Heerenveen.